We kijken hier naar een schermopname van een spel wat gemaakt is met HTML CSS. Bedoeld als inspiratie om ook zelf een spel te maken. Een eenvoudig spel wat gebaseerd is op het Jumbo spel Electro wat in de vroegere jaren gedraaid is. We kunnen als eerst beginnen door op het spel te klikken op het modaal venster. En dan kunnen we daarna, zien we het mooi fullscreen staan, kunnen we bijvoorbeeld weer een spel te selecteren. Ik kies hiervoor gezegde. En als je die gezegde selecteert, dan kun je daar natuurlijk mee aan de slag. Je ziet hier bijvoorbeeld een aantal spellen van. Als je er eentje ziet, dan mag je hem natuurlijk proberen te vinden. De eerste klap bijvoorbeeld is een daalderwaard. Hier klik je hem dan en dan zie je daar en dan zie je zo'n lampje opspringen en de score een beetje oplopen. Goed. En bijvoorbeeld het ijzers. En dat doe je als het heet is. Het is eventueel nog andersom kiezen. Bijvoorbeeld dan 10. Het is beter één vogel in de hand, hè. Dus dan weer die en dan vervolgens deze. Het kan natuurlijk ook fout gaan. Zoals de waard is, tikt het nergens. En dan krijg je natuurlijk ook een fout. En dan mag het natuurlijk niet geselecteerd worden. De overige elementen die hier staan, kunnen selecteren. Bij deze zien we het ook gaan. We zien dat de score een beetje terugloopt. Maar het tik is natuurlijk te maken met een klok. Dus dan gaan we die klok maar even doorlopen. En dan zoek even als het klokje thuis tikt. Tikt het nergens. En dan loopt de score weer netjes door. Wat gij niet wilt, dat u geschiet. Ja, doe dat ook een ander niet. En dan kijken of we die nog kunnen vinden. Die staat hier dan. En met de hoed in de hand kom je door het ganse land. Zo kunnen ze natuurlijk altijd al die dingetjes nalopen. Als ik het spel straks ververs, dat ga ik straks nog even laten zien, zien we hem in een andere volgorde staan. Dat is natuurlijk ook nog wel een mooie feature. Die windzijde zal storm oosten. En ja, dat is oostwist, thuisbist. En zo kunnen we dus natuurlijk het spel een beetje netjes doorlopen. Wie het onderzetten kan, wil echt het deksel op zijn neus. En wat kent er geen tijd? Dat is gezelligheid. We hebben nu een heel spel doorlopen. En we zien hier dus nu ook dat we daar vervolgens hem niet meer kunnen selecteren. Wat we net konden doen, kunnen we niet. We kunnen hier nog kijken naar de landen van Europa. En dan zitten daar natuurlijk ook alweer steden bij, hoofdsteden. Bijvoorbeeld zo, dan hoort er bij Boedapest, dat zal iets zijn van Hongarije bijvoorbeeld. Hè? En Groot-Brittannië, dat zal Londen zijn. Dus dan mag je hier zo snel mogelijk Londen zien te vinden. Daar is die. En Oslo, dat hoort bij Noorwegen. En zo, maar op deze hier geldt natuurlijk ook weer dat als je het Oostenrijk en Madrid aan elkaar koppelt, dat er een foutmelding komt. En want daar zit natuurlijk bij het nieuwjaarsconcert, dat is uit Wenen gekomen, onze Oostenrijkse hoofdstad. En dan kijken of Wenen er nog in staat. Ja, daar is die. En hoe zit dat spel nou eigenlijk in elkaar? Je zou het ook kunnen zeggen, hè? We gaan ook nog eventjes verversen trouwens. Ververs even de pagina. En dan kiezen we het spel nog een keer. En dan kunnen we nog eventjes kijken naar die landen. En dan staat België hier zo. En dan komt hier Boedapest, Berlijn en Stockholm. En die drie die heb je als je dat nog een keer ververst. Die allemaal staan die waarschijnlijk. Want deze antwoorden worden op een willekeurige volgorde worden die geselecteerd. We gaan het nog even laten zien. Boedapest, Berlijn en Stockholm als antwoord. Als ik verver. Dan kun je bij die landen nog een keertje kijken. En dan staat er Berlijn, Athene en Warschau. Dus de volgorde en Nederland en Amsterdam stonden net in het stukje. Als je terugkijkt, kijk je ze aan de onderkant te zien te staan. Als ik hier een land selecteer, dan is die geselecteerd. En dan zit daar dus ook een hoort daar ook weer zo'n dingetje bij. Ik ga hier nog even Berlijn pakken en ik ga hem eventjes inspecteren. Bij inspectie blijkt dat het een label te zijn bij een input. En als die input nu weer eventjes staan, heeft hij dan Klaas gekozen gekregen. En dat is bij de andere inputs niet het geval.
Dus we kunnen kijken of we dan ook bijvoorbeeld hier zo kijken naar een antwoord van nummertje value 2. En daar staat niet bij dat die gekozen is. Dus het JavaScript heeft ervoor gekozen dat hier een class komt gekozen. En daar zit natuurlijk die vormgeving bij die daar dan bij past. Als ik nu die inputs eventjes ga selecteren. En dan vervolgens zeggen dat zij dus een deze mag natuurlijk wel worden uitgezet. Deze display none. Eventjes uitzetten, dan zien we dus van al die inputs, zien we dan de displays verschijnen, de inputs zelf verschijnen. Dus op het aanklikken van zo'n element wordt die dan geselecteerd. Als ik dus nu een andere kies, het zijn dus allemaal ook radio buttons die gewoon al in de array staan. Maar hier ziet hij dus gekozen. En dan heeft hij ook bijvoorbeeld een ID, maar dat is niet zo belangrijk. Hij heeft ook een value als het goed is. En hier is dus de value is hier 9. En als ik dan hier dus dan ga zoeken van 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan is daar Duitsland. En dat is natuurlijk ook het land wat erbij komt. En op het moment dat we dat goed hebben, dan zal natuurlijk dat JavaScript ervoor zorgen dat we de geluidjes krijgen en de score goed netjes loopt. Maar er zal ook nog iets anders gebeuren, dat ze dus inderdaad in dit geval worden ze dus ook nog als input anders neergezet. Hier is dat label nog. We gaan hier nog naar die input kijken. En dan is die hier disabled. En als die disabled is, dan heeft hij natuurlijk ook weer een andere vormgeving. Maar je kunt hem ook niet echt meer. Je kan ook niet meer op dat ding klikken. Je kan ook niet op de radio button zelf klikken. Dus dat gaat allemaal niet meer. Hè? Dus dat kan er bijvoorbeeld bij Lissabon nog wel. En je kan het ook op erop klikken. Of je kan ook op de label klikken, waar natuurlijk die ook is. En dan loopt het dus allemaal netjes wel. Dat is een beetje het geheim wat achter de kerngedachte zit van dit elektrospel. Wat ik als kleine jongen natuurlijk altijd graag heb mogen spelen bij mijn neefjes, want thuis hadden wij dat niet. Ik zal weer eventjes ervoor zorgen dat deze inputs worden weggehaald. En het geheim is een beetje verklapt, maar dan mag je daar in ieder geval een beetje mee proberen te gaan werken. We gaan weer kijken naar de input en we zeggen dat die dus weer verborgen moet worden. Maar dat betekent niet dat de quiz niet meer werkt.